Den Haag blijkt een heel vruchtbare stad te zijn. In 2013 werden veel meer baby's geboren in onze stad dan het landelijk gemiddelde. Ook de geboortekliniek van het Westeinde merkte de stijging. Vorig jaar hebben we best heel veel uh, cliënten moeten weigeren in de geboortekliniek. Omdat we simpelweg gewoon geen plek hadden. En inmiddels zijn we uitgebreid met de verloskamers. Waardoor uh, ja, we nu niet meer uh, zo snel hoeven te weigeren. Uh, ja, vorig jaar was dat gewoon een heel stuk hoger en nu uh, kunnen we gewoon veel meer bevallingen aan. Er zijn niet alleen nieuwe kamers bijgekomen, ook een nieuwe methode om pijn te bestrijden. Nu krijgen vrouwen vaak een ruggenprik, maar in het Westen kan het ook anders. Met lachgas. Het verschil met een ruggenprik is dat je uh, vanaf ongeveer je middel, uh, net onder je borst, uh, ben je, ja, dan is de bedoeling dat je geheel verdoofd bent. Dus dan voel je veel minder van de weeën en uh, ja, dan merk je wel dat er gebeur, wat gebeurt, maar dan heb je eigenlijk geen pijn meer. Um, en uh, met het lachgas heb je nog wel steeds pijn. Maar het helpt je net eventjes door die ergste uh, weeën heen. Dus het is niet dat je helemaal niks meer gaat voelen. Maar het is gewoon dat de scherpte van de weeën is gewoon, uh, een heel stuk minder. Er zijn nog geen baby's geboren met behulp van lachgas. Daarom moet onze verslaggeefster Eva het zelf maar uitproberen. Deze zet je eigenlijk op je kin. Dit is een extra uh, punt om te zorgen dat ook daar het gas doorheen kan gaan houden we hem zo. En deze zetten we dan en op je mond en op je neus. En op deze manier kan dan het lachgas toegediend worden. En de grote vraag, ga je dan ook lachendje bevalling in? Nee, je gaat niet uh, lachendje bevalling in. Sommige vrouwen kunnen er wel eens giebelend van worden. Maar dat komt eigenlijk, ja, dat kan een bijwerking daarvan zijn. Maar uh, ja, de meeste vrouwen reageren erop dat ze er rustig van worden en meer ontspannen zijn en toch meer in zichzelf kunnen keren. Ja. En dan verloopt die bevalling gewoon ook wat uh, prettiger en comfortabeler.